In de provincie Zuid-Holland liggen prachtige gebieden om op de fiets te verkennen. Bossen, duinen, weilanden, plassen en recreatiegebieden die met elkaar verbonden zijn door middel van fietsknooppunten. Wekelijks fiets ik samen met een gast een knooppuntenroute door de natuur in Knooppunt Holland. En vandaag stap ik op de fiets met student civiele techniek Camille Spreij. Camille, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, wel goed. Ja? Ja. Ik heb jou net aangekondigd als student civiele techniek. Ja. Maar, ja, dat klopt. Het zou raar wezen als het niet zou kloppen. Maar jij bent niet zomaar student. Want je fietst natuurlijk niet zomaar mee als student. Want je hebt een bewogen jaar achter de rug, hè? Ja, ja, ja. Klopt. Wat is er gebeurd? In december is mijn broertje overleden door zelfdoding. En op dat moment wilde ik eigenlijk iets veranderen om iets aan dit... Ja, om het, ja, je voelt heel machteloos. Je kan niet echt iets doen. Ja. Dus ik wilde iets doen. Betekenen. Om het, ja, iets ervoor betekenen. Toen ben ik eigenlijk de ringvaartregatta gaan roeien voor 113. En de ringvaartregatta is een roeier, want jij bent een roeier ook, hè? Ja, klopt. Oké. En dat is een wedstrijd of is het een tocht? Wat is het? Ja, het is eigenlijk een wedstrijd van 100 kilometer. En dat is wel, 100 kilometer is echt een lange afstand voor roeien. Dus dat is echt wel iets waar je bijna een hele dag over kan doen. En ik dacht, ja, ik ga er 113 van maken in het teken van 113. Ja, en 113, dat is een telefoonnummer dat mensen kunnen bellen als ze depressieve gevoelens hebben. Ja, of erger nog. Ja, inderdaad. Dus eigenlijk depressiviteit en de gevolgen daarvan. Daarvoor is dat nummer er. En dan kunnen mensen geholpen worden, doorverwezen en dat soort dingen. Want het is best lastig, hè, om over depressieve gevoelens te praten. Ja, klopt. Dat is eigenlijk waar het hele probleem ontstaat. Mensen die willen hun eigen problemen oplossen. Mensen die praten niet over depressiviteit. Er is vrijwel nooit iemand die echt zegt van, nou, ik voel me echt niet goed nu. Of, nee, hoe gaat het met je? Ja, gaat goed. Ja, dat zei je ook tegen mij meteen. Zegt, ja, precies. Dat is precies wat iedereen zegt. En 9 van de 10 keer gaat het helemaal niet zo goed. En met name onder jongere mensen, dus neem een beetje de leeftijdsgroep 15 tot 25, daar gebeurt gewoon heel veel. En dan kan het als iets heel groots lijken, maar meestal valt het wel gewoon op te lossen. Oké, nou, we gaan er niet een hele depressieve dag van maken, toch? Nee, liever niet. Nee, maar we gaan het zo meteen nog wel even verder over hebben over wat dat allemaal met jou gedaan heeft en wat het allemaal voor jou betekend heeft. Want het is natuurlijk nu, ja, aandacht voor een telefoonnummer is het 1, maar van binnen gebeurt natuurlijk ook heel veel met jou. Ja, klopt. Ja. Ja. Knooppuntenroute, we beginnen vandaag bij knooppunt 63. Knooppunt 63 dus, op de plek waar het water van de Leidse Rijn de zee instroomt. Hier vandaan fietsen we naar knooppunt 92 in Rijnsburg en via Valkenburg door naar Leiden. Daar volgen we vanaf knooppunt 86 de Singel tot aan molen De Valk. Dan door naar knooppunt 4 op het Bioscience Park om vervolgens via Oestgeest en het Oestgeesterkanaal weer terug te fietsen naar ons startpunt in Katwijk. Nou, mooie route. We gaan richting Leiden dus. Ben je een beetje een fietser of ben je alleen een roeier? Ik fiets wel eens. Roeien en fietsen komt qua training wel goed, goed bij elkaar. Ja, ja. Nou, goed zo. Ons vertrekpunt in Katwijk is de plek waar de rivier de Rijn uitmondt in zee. Dit uitwateringskanaal in Katwijk is ruim 2 eeuwen oud. In 1808 werd het geopend door koning Lodewijk Napoleon. Het systeem bestaat uit de buitensluis aan zee en het Willem-Alexandergemaal iets meer landinwaarts. Samen zorgen ze voor de veiligheid van Katwijk en de regio Rijnland door een goede regulering van de waterstand in de rivier en de boezem. 11 december overleed jouw broertje, hè, vorig jaar. Ja. Ja, wat was het voor een jongen? Ja, hij was echt, stond eigenlijk altijd een beetje een lolbroek en zo. Het stond altijd in de spotlight, gewoon een beetje... Gangmakertje. Een gangmakertje, ja. Dominique heette die, hè? Ja. Ja. Maar als je zegt het is een gangmakertje, vrolijk in de spotlights, heeft dan niemand iets zien aankomen? Nee, nee. En wat we ook aan de gesprekken die we met mensen hebben gevoerd, die hem goed kenden, merkte ook dat hij op sommige plekken wel iets door liet schemeren, maar niet genoeg om je eigenlijk zorgen te maken of het wel goed gaat. Ja, meer in de zin van we hebben allemaal wel eens wat. Ja, precies. Ja. Maar niet om uit het leven te stappen. Nee, inderdaad. Ja, dus we hebben gewoon niks kunnen vinden waarvan je denkt dit is echt een reden om zo'n stap te ondernemen. Maar dat lijkt me zo frustrerend. Ja, ja. Dat je aan de ene kant denkt van ja, wat heeft hij voor een masker opgehad? Ja. Maar misschien ook voor jezelf. Ja, ja. Wat hebben wij gemist? Wat heb ik niet gezien? En dat blijf ik me nog wel eens afvragen, hoor. Maar, neem je jezelf dat kwalijk dat je niet beter opgelet hebt
Nee, ja, het is allemaal achteraf natuurlijk, maar... Ja, precies. Nee, kwalijk niet. Maar ik baal er wel van, zeg maar. Dat ik niet heb gezien van, joh, er gaat hier iets fout. Of het is iets waar we iets aan kunnen of moeten doen. Ben jij veranderd hierdoor? Precies. Ben jij nu wel meer bij mensen op signalen aan het letten? Ja. Van, is het wel echt wat ik zie van jou? Ja, precies. Ja, ik ben er echt op gaan letten. Ik merk gewoon dat ik echt... Als ik iemand een weekje niet heb gezien of zo... Of als iemand een tijdje... niet reageert of zo, dan vraag ik me echt af van, gaat het goed met diegene? Of, en dan hoeft er niks aan de hand te zijn, maar dan gaat er bij jou al eerder een alarmbel af. Ja, je hebt wat meegemaakt, dus je bent er wel echt mee bezig. Ja. Ja. We fietsen vlak langs het voormalig vliegveld Valkenburg, een gebied dat volop in ontwikkeling is. Zo ontstaat hier een compleet nieuwe woonwijk van maximaal 5000 woningen en de daarbij horende voorzieningen. Ook wordt deze nieuwe woonwijk volledig duurzaam ontwikkeld. Deze locatie in Valkenburg is daarmee de eerste woningbouwlocatie in Nederland die geheel zelfvoorzienend is in schone energie. We komen aan bij de kruising van de N206 en de A44, waar op dit moment hard gewerkt wordt aan de aanleg van de Rijnlandroute. Wij hebben er een afspraak met Paul Eiking. Hoi, Johan. Hoi. Hier begint de Rijnlandroute, hè? Dat klopt. We zijn hier op een heel groot project en dat is inderdaad de Rijnlandroute. Nou, daar zijn we nu gestart en dat is een project van 5 jaar, dus we zijn voorlopig nog aan de slag. Oh, 5 jaar joh. Eind 2022, dan is de Rijnlandroute gerealiseerd voor het verkeer. Hé, maar Paul, eigenlijk willen wij ook eventjes, want ik kan het wel vertellen, maar ik wil eventjes kijken wat jullie aan het doen zijn. Ja, oké, ik maak voor jullie een uitzondering. We gaan even kijken binnen de bouwwerken. Ja, leuk toch? Ja, dat is voor jou helemaal leuk. Ja, vind ik prachtig. Zo'n enorm civiel-technisch project. Hij studeert civiele techniek. Kijk, dan ben je op de goede plek. Ja. Kijk uit hoor, Paul, want het is echt zo'n student, weet je wel, die weet het dan beter. Ja, okay. Die heeft net een 7 gehaald voor zijn tentamen en die gaat even uitleggen aan jou hoe het moet. Nou, dan gaan we door die boortunnel werkt. Dan gaan we zo meteen proef op de zon. We kunnen de fiets hier laten staan of niet? Nou, ik zou de fiets even aan de kant zetten. Ja, dan rij je nog wat vrachtwagens op. Dat zou je doen. Zet de fiets maar even naar de kant. Dat is goed. Nou kijk, hier kun je dus heel goed zien wat de impact van het project is op de omgeving. Het is een prachtig polderlandschap, heel groen, veel bomen, veel weilanden. En dat was dit ook? Dat was dit ook. Nou, je ziet het nu, wat het nu is. Het is nu bouwplaats en straks komt hier de nieuwe weg. Maar kijk joh, die mensen die hier wonen joh, ja. Die hadden dus uitzicht prachtig op de weilanden. Precies. En dat is voor hun natuurlijk een grote impact. Ja. Vandaar dat het ook belangrijk is dat je de mensen meeneemt in de hele planvorming. Ja, want jij bent omgevingsmanager, hè? Dat klopt. Ik ben omgevingsmanager en mijn rol bestaat er eigenlijk uit dat ik eigenlijk de intermediair ben tussen de aannemerij en de omgeving. En samen met de provincie zorgen ervoor dat de mensen weten wat gaan we bouwen, hoe gaan we het bouwen, wanneer gaan we het bouwen, wat is de impact van hun. En dat ze weten wat er gaande is. En straks, als het eigenlijk helemaal klaar is, komt het hele landschap dan terug hier, door de tunnel? Oh ja, nee. Het gaat natuurlijk ondergronds. Ja. Ja, dat is ook zo. Kijk, er is een deel wat in de boortunnel ligt. En dat zie je heel in de verte bij die kraan. Daar eindigt de tunnel. En dan gaat de weg hier verdiept door naar de A44. Dus aan weerskanten sluit het landschap straks weer aan de verdiepte ligging. Maar je kijkt er al varen overheen. Oké. Okay. Hey, en dan kunnen we dichterbij komen, want je hebt het over die tunnel, waar die tunnel eruit komt, zeg maar. Ja, we gaan zo meteen langs de bouwweg, lopen we richting de ontvangstschacht. Dat is eigenlijk de benaming van waar de tunnel weer boven de grond komt. Ja. En daar gaan we eens naartoe lopen. Ik vind het wel heel tof om een keer te zien, want ik rij wel vaak over die A44 heen. Maar dan kan je net niet zien omdat al die bouwhekken er staan. Nee, hè? Die schermen. Ja, die schermen. Ja, nee. Nou, daarom is het ook leuk om eens een keer op de bouwplaats zelf te kijken wat er nou eigenlijk achter die schermen plaatsvindt. Hier komt straks de tunnelboormachine boven de grond. Ja, maar jullie gaan pas in 2019 boren. De start van het boorproces is in juni 2019. En dan beginnen we aan de oostkant, dus aan de kant van de A4. Dus bij de A4 naar de A44? Naar de A44. En dan boren terug. Van oost naar west. Ja, dat zou je zeggen. Ja. Je zou zeggen van nou, ik ga boren en keren om en ga weer terug. Ja. Maar dat kan niet. Oh. Dat kan niet. Dat heeft alles te maken met het feit dat de grond die uit die boor komt, die moet worden afgevoerd. Ja. De hele logistiek zit aan de oostkant bij de A4. Dus als je de boor hier omkeert, waar moet je dan met de grond naartoe? Hier is allemaal ruimte, je ziet hier allemaal woningen. Hè? Maar aan de andere kant is zoveel ruimte, daar zit het hele proces. Hey, en waarom beginnen jullie pas in 2019 met boren? Krijgen jullie zo'n tweedehandsboor van de Rotterdamse baan of zo als die klaar is? Nee, want dat heeft alles te maken met het feit dat het beginpunt en het eindpunt waar de boor in komt, dat zijn hele diepe grote betonnen putten waar die boor uit moet komen. Dat is gewoon een jaar werk. Ik durf bijna niet te vragen. Mogen we nog dichterbij?
Dan lopen we even buitenom. Ja, dat is goed. Maakt niet uit, maar ik wil nog dichterbij. Nou, wat je hier nou ziet, is het laatste stukje, denk ik, van de wanden die in de grond gemaakt worden. Die betonwanden. Dit zijn die betonwanden, heeft een vorm van een U. En deze kraan die graaft de grond nu uit, tussen die betonranden in, tot ongeveer 30 meter diep. Waar komt dan precies de tunnel uit? Is dat aan deze kant? Nou, ik denk dat wij hier in het hart van de tunnel staan. Oké, ja. Dit is echt het hart van de tunnel. Dus als je de andere kant op kijkt, dan gaat hij straks onder de dobbelwatering door, onder de spoorlijn door, onder Voorschoten door. En dan gaan we onder sportvelden door, maar ook onder gebouwen en onderuit. Dat gaan we ook door. Hoe kan dat? Hoe kun je onder een gebouw? Want dat heeft toch heipalen en ja, zo? Hoe kun je maar dat heeft ook te maken met de diepte. We gaan zo diep onder de fundering van de gebouwen door. Mag ik jou onwijs bedanken? Nou, graag gedaan. Dat wij op onze knooppuntenroute hier gewoon mochten zijn. Naast de aanleg van de Rijnlandroute wordt er in dit gebied de komende jaren gewerkt aan een verbreding van de A44 en de N206, die ook deels verdiept wordt aangelegd. Ook komen er nieuwe bruggen, diverse fietstunnels en ongelijkvloerse kruisingen die de verkeersveiligheid verbeteren. En je kunt binnenkort via een snel fietspad fietsen tussen Leiden en Katwijk. Nou, daar zitten we dan. Ja, lekker. Aan het Valkenburgse Meer. Vind je het leuk? Ja, ik had het Valkenburgse Meer nog nooit gezien eigenlijk. Het is wel een mooi plekje zo, hè? Ja. Hey, ik zat te denken, hè. We hebben natuurlijk vanmorgen heel even gehad over, over jouw broertje. Ja. Over hoe levenslustig die was. En dat je eigenlijk geen signalen hebt opgevangen. En ook niemand in zijn omgeving. Ja. We zijn nu ruim een half jaar verder. Ik heb wel interviews met jou gezien, maar jij blijft eigenlijk in al die interviews toch een beetje op de vlakte. Je vertelt van het is gebeurd. Ik zet me in voor het telefoonnummer 113. Ja. Punt. Ja, klopt. Ben je dat bewust? Ja, eigenlijk wel grotendeels wel bewust gedaan. Want ik wilde eigenlijk vooral dat onderwerp gewoon naar de voorgrond kwam. En het ging eigenlijk op dat moment niet echt om mijn persoonlijke verhaal. Maar meer om een doel dat wij wilden bereiken. Dat mensen erover gaan praten. En dat het taboe een beetje eraf is. En dat het gewoon heel normaal is om te praten over hoe je je voelt. Ja. Als je het niet wil vertellen, moet je het zeggen. Maar ik ben toch wel heel benieuwd hoe dat dan voor jou geweest is. Want dan is het 11 december. Jij bent thuis. En dan? De dag zelf weet ik niet meer. Want ik kreeg het s'avonds eigenlijk pas te horen. Oké, wat was je aan het doen? Dus ik lag gewoon al in bed. En ik had mijn telefoon eigenlijk op stil staan. Dus ik had helemaal niet gehoord dat die overging. En mijn huisgenoot die werkte in de kroeg in de straat. En die werd gebeld door mijn pa. Van joh, je moet Camille even wakker maken, want je moet even bellen. En toen hoorde ik het eigenlijk. Je vader vertelde het aan de telefoon? Ja. En dan? Ja, ik durfde het eerst gewoon niet te geloven eigenlijk. En, maar is het dan paniek of is het complete stilte wat gebeurt er? Het was gewoon complete stilte toen. Ja, je kan het gewoon niet geloven. Het is echt niet te bevatten. En, ja, het is besef heel moeilijk. Je het überhaupt? Ja, nu wel. Ja, nu maar wel. Op dat moment op dat niet, moment denk ik. Ja, nee, niet echt. Nee. We hebben zijn kamer bekeken. En, zo, dat lijkt me ook moeilijk. Ja. Heeft hij iets achtergelaten? Heeft hij iets laten weten? Van, nou, via een briefje of zo? Ja, precies. We hebben een briefje wel gevonden. Maar het enige wat daarop stond was forgive me. En een wachtwoord van zijn laptop. Maar daarop stond ook helemaal niks eigenlijk. Paar maar nummers. Het is heel nog. Praktisch. Raar eigenlijk. Ja. Ja. Het telefoontje met de muzieknummers stond erop, dus daar hebben we nog wel wat van gebruikt. Dus eigenlijk al heel bewust daar toch mee bezig geweest. Ja. Nou laat hij zo'n briefje achter. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat jij in die periode daarna hebt gedacht van ik zou ook nog wel iets aan hem willen meegeven. Ja. Ik had nog iets tegen hem willen zeggen. Ja, tuurlijk. Maar ja, dat kan niet meer. Nee. Nee. Wat had je willen zeggen? Ik had zijn vraag willen beantwoorden, dat ik hem vergeef voor. Maar ja, voor wat hij toen zou doen. Na de picknick trappen we richting het centrum van Leiden en vanaf knooppunt 86 fietsen we langs de Singel, waar ik nog een verrassing heb voor Camille. Het is wel een toffe stad, hè, eigenlijk, Leiden. Het is ja, het is groen. En hier kun je lekker het water op, kun je lekker roeien.
Ja, ik kan prima een stukje roeien. Ja, kun je hier roeien? Dat is niet echt zo, maar een beetje bochtjes, hè? Veel bochten, overal wat waterlelies en zo, dat roeit niet zo veel. Veel groen. Nou heb ik jou gevraagd, Camille, of je je zwembroek mee wil nemen vandaag. Ja, klopt. Kijk eens achter je. Hou je een beetje van zwemmen? Ik heb echt een hekel aan zwemmen. Ja, de dag. Ik zit liever in de boot dan ernaast. Ja, maar we gaan toch hier het water in. Met de boot. We gaan met suppen. We gaan suppen. Onder begeleiding van instructeur Talita Dijksman suppen we door de Leidse binnenstad. Een sportieve en leuke manier om de stad vanaf het water te leren kennen. Ja. Hoe vind je het? Ja, ik vind het wel grappig. Het staat heel hoog natuurlijk. Ik ben met roeien gewend dat je zo laag bij het water zit. Ja, dat je er vlak overheen scheert. Ja, precies. We fietsen verder richting het centrum van Leiden. De stad die ligt aan de Romeinse limes, ofwel de grens van het Romeinse Rijk. Wie heel dicht bij de Romeinse geschiedenis van Leiden wil komen, kan een bezoek brengen aan archeologisch park Matillo. De resten van een legerkamp en van een middeleeuws klooster liggen hier nog verscholen in de bodem. Boven de grond heeft de gemeente Leiden de geschiedenis van dit gebied zichtbaar gemaakt met reconstructies van wachttorens en speeltoestellen voor kinderen in Romeinse stijl. En er is een app waarmee je kunt rondkijken in de Romeinse tijd via 360 graden panorama's, alsof je er zelf middenin staat. Wij fietsen verder door de stad naar het Bioscience Park, waar we een afspraak hebben met Bas Reigert van het bedrijf Baseclear. Goedemiddag. Ja, hey, welkom Johan. Hoi. Welkom bij Baseclear in ons mooie nieuwe kabine. Welkom. Wat is dat Bioscience Park groot? Ja, het is bijzonder, hè. Wat gebeurt hier allemaal? Wat hier gebeurt is, het heet Bioscience Park, dus we doen onderzoek naar het leven. En veel bedrijven doen hier onderzoek naar geneesmiddelen. Dus nieuwe geneesmiddelen, hele innovatieve geneesmiddelen om hele moeilijke ziektes, kanker, spierziektes, om die te kunnen genezen. En jullie doen hier vooral DNA, hè? DNA ja, wij zijn een ondersteunend bedrijf voor dat soort bedrijven. Dus wij helpen die bedrijven met hun medicijnontwikkeling. Mooi. Ja. Kunnen we even iets zien? Ja, je bent van harte welkom. DNA is zo, ja. Zeker. We weten toch wel DNA, maar... Heel abstract, het zit overal. Ja. Dat proberen wij hier te bekijken. Maar ga mee naar de labs, ik zien hoe het zelfs. Oké, okay, dus, leuk. Die zit hierboven. Dank je. Het is een van onze vele labs. Hallo. Aan het werk. Hoi, Johan. Hallo. Wat ben je aan het doen? Ja, een gel aan het laden. Een gel aan het laden. Hier zitten DNA-samples in. En met behulp van een gel kunnen we het DNA zichtbaar maken. Zo. Nou, ik ga je niet lang van je werk houden. Oké. Okay. Ik snap het toch niet. Geen Maar het is wel DNA zichtbaar maken, maar dat geeft wel aan dat er heel veel mogelijk is, hè, met DNA. Ja, zonder meer. Ja, je moet niet vergeten, DNA zit overal in. Alles wat leeft, heeft DNA. Als jij een appeltje eet, dan eet je DNA. Als je naar het toilet gaat, wat je uitpoept, dat zit ook vol met DNA. En dat lezen wij uit en wij interpreteren dat en brengen dat terug naar onze klant. En wat is dan een klant? Want wat doen zij daar dan mee? Ja, dat loopt uit een van plantenveredelaars die planten proberen te verbeteren. DNA van plant. Wij werken voor enzymbedrijven. Enzymen zitten in wasmiddelen. En enzym zit weer in een bacterie. En kijken we naar en proberen te helpen. Maar we kijken ook naar farma en medicijnontwikkeling. Ja. En dat zit hier veel op het park. Terwijl eigenlijk, als je dan over DNA, waar denk jij als eerste aan bij DNA? Ja, je kan volgens mij alles uitlezen. Ja, maar forensisch denk ik dan ook. Klopt. Bij misdrijven. Doen we ook. Ja. En Bas, als ik wil weten of ik de vader van mijn kind ben, dan kan ik je ook bellen. Zeker. Bij wijze van spreken, toch? Dan maak ik een speciale prijs voor je. Dat heel goed uit. Wij zijn ook een bedrijf wat dat soort testen aanbiedt. Dus forensisch werk, vaderschapsanalyses. Er wordt ook veel gevraagd. Ja. Ja. Ik vroeg me eigenlijk af in hoeverre je iemands persoonlijkheid uit een DNA zou kunnen halen. Want na het overlijden van mijn broertje ben ik eigenlijk wel heel benieuwd in hoeverre je zou kunnen zien of iemand bijvoorbeeld depressief is of daar aanleg voor heeft door middel van DNA. Ja, goede vraag. Mensen denken, en het woord DNA wordt ook wel de blauwdruk van het leven genoemd, maar dat is heel erg metaforisch. Hè? Mensen denken dat DNA alles bepaalt. Dat doet het ook wel voor een beetje, maar het is altijd maar één kant. Dus DNA bepaalt
ja, maar een gedeelte van hoe je bent. De rest wordt bepaald door je omgeving, door je levensstijl, door je opvoeding, ja, door allerlei andere factoren om je heen. Dus je kunt wel zien in je DNA dat je mogelijk ietsje gevoeliger bent om depressief te zijn. Er zijn wel genen aangetoond die daar invloed op hebben. Maar bepaalt nooit of je depressief wordt. Dat zijn het is dan toch een weer, onderdeel. Het is een onderdeel in een heel complex geheel. Dankjewel. Dankjewel, graag gedaan. Leuk dat we hier even mochten Dankjewel. Kijken. Ja, in welkom. Ja. Ja, welkom. Zo. Zo. Lekker tochie. Jeetje, wat een fietstocht. Ja, vond je het leuk? Ja, ja, ik vond het echt hartstikke leuk. Ja, hè? Ja, echt een beetje ontdekt hoe mooi zo'n stad eigenlijk kan zijn. Ja. Je staat er nooit zo bij stil, maar... Op de fiets zie je weer hele andere dingen dan dat je doorheen rijdt. Ja, klopt. En op de bouwplaats van de Rijnlandroute geweest. Gesubt. Gesubt. Ook nog, en goed ja, waren we. Ja. En dan, ja, DNA is ook wel indrukwekkend, hè? Ja, ja. Hé, hey, en zelf? Wat ga jij zelf allemaal nog doen? Ja, ik wil me eigenlijk naast mijn studie nog wel een beetje blijven inzetten voor 1 en 3 en voor de bekendmaking daaromheen. Dat het toch... De zelfmoordpreventielijn? Ja, de zelfmoordpreventielijn inderdaad. Ja, belangrijk werk. Ja, zeker weten. Ik wens je daar alle succes mee. En dank mooi dat je het doet. De aanleiding is niet zo leuk, daar hebben we het over gehad, maar het is wel goed dat je ervoor inzet. Dankjewel. Jij bedankt. Ja. Maar we moeten nog een stukje terug naar Katwijk. Ja. Het is niet meer zo ver. Is te doen. Wil jij onze route zelf ook fietsen? Kijk dan voor meer informatie op de Facebookpagina van Knooppunt Holland of op de site van Omroep West of Rijnmond.